Ik denk dat een leraar godsdienst moeilijk zonder geloof kan. En geloof betekent dan voor mij dagelijks worstelen met dat geloof. En ik denk dat ik dat ook in de klas laat zien. Dat ik daarmee worstel en dat ik daarmee bezig ben. En ik hoop dat mijn leerlingen dat ook zien, dat dat mag. En dat dat essentieel is. En dat dat ja, zelfs een basis voor onderstelling moet zijn voor geloof. Dat we daarmee bezig moeten blijven en zijn. Dus ik denk dat dat geloof voor mij zelf in mijn leven al een dragende kracht is. En ik hoop dat dat in mijn klaspraktijk ook zo duidelijk is naar mijn leerlingen toe. Wat niet betekent dat mijn inbreng zo sterk moet zijn, dat het overkomt als één grote waarheid die van mij komt en die zij maar zomaar aan te nemen hebben. Ik denk dat mijn leerlingen slim genoeg zijn om uit mijn verhaal te nemen wat zij op dat moment kunnen gebruiken, waar zij nood aan hebben. Voor mij is dat eigenlijk